Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij deze 4 mei herdenking. Het is ook dit jaar weer bijzonder en goed om te zien dat er zoveel mensen hier gekomen zijn om stil te staan bij deze jaarlijkse doodherdenking en bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen op 1 september 1944 door een heftig bombardement, gericht hier op de spoorbrug, maar de bommen kwamen terecht op een boerderij schuin achter u, 7 dorpsgenoten om het leven kwamen. Er werden anderen voor het leven getekend. Zij mochten niet kiezen. Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzijde om te slaan en verder te gaan. Dat is een keuze. Maar bedenk wel, dit gaat over mensen, zoals jij en ik. Kunnen de onvrijheden van de ander betekenen.